Il bosco verticale è una tipologia architettonica, è un modo di portare la sostenibilità nella città, ma è anche un modo per cambiare la prospettiva sullo spazio urbano e avere la visione dello skyline di una città attraverso il filtro delle foglie. Devo dire, è qualcosa che cambia anche il modo di pensare. In questo progetto, nella Trudo Vertical Forest, il mio team si è occupato del cosiddetto planting design, tutto con un occhio particolare a una sostenibilità anche economica dell'intervento. Anzitutto c'è lo studio delle condizioni microclimatiche, di contesto, si scelgono le piante a, una volta che le piante sono state coltivate, vengono portate sull'edificio. When we put trees on airports, we do it especially to have a good root ball. We need trees that are of the best quality, and with this airport system we can create the best of the best, and then the regrowth on the towers will be 100% sure that they will grow again and will be there for many years. Le piante e gli alberi sono i destinatari primi delle nostre architetture, quindi questo fa sì che ciascun bosco verticale nasca diverso dagli altri e ciascun bosco cambia a seconda delle stagioni, a seconda della luce del sole, a seconda del punto di vista. Questo fatto che l'architettura sia capace di misurare il tempo è forse uno degli effetti più inaspettati e più incredibili di questi edifici. Ci sono più di 10.500 piante a dimora. Ci sono 12 diverse specie di alberi, 42 specie di arbusti e 45 specie di erbacee perenni. Ci sono delle piccole fragole, ci sono delle piante eduli, ci sono delle specie che possono essere interessanti lungo tutto l'arco dell'anno. Se pensiamo che potrebbe essere utile implementare questo genere di soluzioni all'interno delle città, e andare verso il modello della città ecologica, dell'ecocity, dove la vegetazione sale su ogni superficie, colonizza, realizzando delle connessioni, serve sicuramente una maggiore consapevolezza e anche le competenze specifiche per realizzare queste cose e anche gestirle nel tempo. Just a few years ago, Jack Hawk asked me to imagine how to realize a social housing vertical forest in Eindhoven. And well, today we are extremely happy and proud because the building is there. Trudo-Torenmarkt is for us a special project. Dat we hier te maken hebben met bomen aan de gevel. Dat hebben we nog nooit meegemaakt, ik denk juist in Nederland. De Trudo Toren is een speciaal project voor ons omdat we een bijzondere rol hebben gespeeld in het verenigen van alle ambities die in dit project zitten. Dus het is niet alleen een hele bijzondere groene toren in de stad, maar het maakt ook sociale woningbouw op een hele bijzondere manier en ook nog een hele bijzondere architectuur. Bomen brengen altijd een hele hoop gewicht met zich mee, omdat ze hulp moeten hebben om in te groeien. En dat zit aan de buitenkant, ver weg van de gevel, in die balkons. Dus dat maakt het technisch een hele uitdaging. En daarnaast moet natuurlijk het kostenplaatje in de gaten houden, want hebben die hoge sociale hulp. Op een gegeven moment hebben we gekozen voor het prefab beton. Het heeft een aantal voordelen. In het eerste ontwerp van Bewering zat nog een tweede huid, een tweede schil. Het voordeel van prefab is, het is in één keer de boombak, maar het is ook in één keer de buitengevel. En prefab bouwt veel sneller. Het heeft wel een langere aanlooptijd nodig, maar tijdens de bouw kun je veel sneller bouwen. Een snellere bouwtijd resulteert ook in lagere bouwkosten. Nou, eigenlijk is in dit project was voor ons alles nieuw. Voor zowel denk ik Boeri als voor Imbo als voor Stam de Koning. En dus het vraagt heel veel lef om en experimenteren om erachter te komen hoe je deze droom waar kunt maken. Het meest trots ben ik op dat we voor een doelgroep met een kleinere portemonnee deze droom hebben waar kunnen maken. Dat is denk ik ook een statement richting de situatie nu in Nederland. De reacties op de Trudo Toren zijn geweldig.
het meest trots op ben ik toch wel op het feit dat we zo'n mooie toren hebben kunnen bouwen in het sociale huursegment. Trots op de toren, vooral de samenwerking met Hoeri en Stam de Koning. Daar hebben we met alle partijen ervoor gezorgd hebben dat, dat de toren is gekomen zoals Hoeri hem heeft ontworpen. This is the first social housing vertical forest, and we have demonstrated that it's possible to make this green architecture affordable for everybody. So great. Nel 2017 siamo stati chiamati dalla Trudeau Social Housing Corporation per progettare una torre in questo quartiere. Questo è un quartiere incredibile, era la patria della Philips in Olanda e in Europa, e oggi è, io credo, una delle esperienze più interessanti di rigenerazione urbana. Het is heel erg lastig om een betaalbare woning te vinden in Eindhoven. De wachttijden zijn erg lang. Mensen wachten zo'n 10 jaar op een betaalbare huurwoning. Trudeau Vertical Forest is the first case in which the vertical forest concept is applied to the social housing. The innovation is not technical, but it's conceptual. Trudeau Vertical Forest tries to set new living standards. For an apartment of approximately 50 square meters, there is also 4 square meters of terraces, 1 tree and 20 shrubs and bushes. Thanks to the prefabrication, we had the chance to optimize the construction system, not only for the facade, but also for the pot and the balconies, and also to better control all the connections and details. Continue verbinding, we brengen organisaties en mensen bij elkaar en op die manier een fijne woonomgeving te ontwikkelen en daarbij ook mensen op de sociale ladder te laten stijgen. Een voorbeeld hiervan is de Vertical Forest, het gebouw waar iedereen het over heeft, een heel bijzonder gebouw waarbij we een bijzondere omgeving creëren voor bewoners. Vivere insieme agli alberi, insieme alle piante, su piani diversi, è qualcosa che veramente volevamo dimostrare essere possibile ovunque e per tutti.